terug van weg geweest. De heg als erfafscheiding. De traditionele heg komt op sommige plekken weer terug. Verschillende natuurorganisaties vragen aandacht voor het belang van heggen in het landschap, omdat dieren er zich vestigen en planten er rondom groeien. De heg als erf- of veldafscheiding wordt dus herontdekt, ook in Nederasselt. Dit is een meidoornstruik, toen ik het herkende aan de grote stekels. Zeg eens eerlijk, in die stromende regen, leuke klus? Ja, leuker was als de zon had geschenen, dat moet ik eerlijk toegeven, ja. Te veel regen is natuurlijk minder voor de vrijwilligers. Maar handig voor de heggen, want water is natuurlijk goed voor de planten. Dus gaat de dag van de heg van start. Welkom, we gaan vandaag heg planten. En de vrijwilligers kunnen even schuilen in een tent met een kop koffie. Het is vreselijk slecht weer vandaag. Er is zelfs sneeuw voorspeld. Als het gaat sneeuwen kun je niet planten. Planten kapot, want er valt de sneeuw in het gat en dat begraaf je en het blijft koud. Dus dat moeten we sowieso ophouden. In die nat geregende grond gaat een mix van inheemse planten. Wegedorren, haagbeuken. Middelprijs ben je voor aanschaf van planten 5 euro per meter kwijt, ongeveer. Voordeel van een heg is dat je daar verschillende beestjes, insecten, vogels, paddenstoelen, die kunnen zich allemaal in een heg vestigen. Een heg kan heel erg oud worden. Er staat hier in de omgeving een heg van 350 jaar oud. Het bezwaar, denk ik, als heel veel aangehaald wordt, is dat het natuurlijk onderhoudsintensief is. Ja, prikkeldraad moet je uiteindelijk een keer weer vervangen. Je palen moet je vervangen. Op de hele lange termijn is een heg altijd goedkoper als prikkeldraadraster. Rijkswaterstaat neemt de komende weken het wegdek van de A15 tussen knooppunten Ressen en Valburg onder handen. De weg die op sommige punten in slechte staat is, gaat daarvoor in de avond en nacht op slot. Dat kost weggebruikers een half uur extra tijd. Vanaf vanavond gaat de weg in westelijke richting dicht van 8 tot 5 uur. Vrijdag loopt die afsluiting door tot 7 uur. En volgende week is de weg weer tussen 8 en 5 uur dicht. Daarna volgt de afsluiting in oostelijke richting op donderdag 7 en vrijdag 8 december van 8 tot 5 en op zaterdag 9 december van 8 tot 7 uur. Ook de week daarop is de weg nog dicht. In het dorp Afferden komen er de komende jaren 89 huizen bij, verdeeld over twee wijken rond de Koningsstraat. Onder de naam Groene Morgen vereist er een wijk van 60 woningen ten zuiden van de Koningsstraat, tussen de Oude Wijzenstraat en de Drie Morgen. Het gebied bestaat nu nog uit weiland. Daar recht tegenover, op de hoek van de Koningsstraat en de Klapstraat, komen 29 huizen. Op die plek zit een groot boerenbedrijf dat gaat stoppen. De naam van dit bouwplan is Palmboom. De nieuwe stadsbrug De Oversteek is inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Nijmegen. Vorige week werd nog de 10e verjaardag van de brug gevierd, maar ook de andere twee bruggen behoren een hele tijd tot het beeld van Nijmegen. Maar hoe bereikten we de overkant toen er nog geen bruggen waren? Hoe gingen inwoners de Waal over? Een antwoord op die vragen krijg je nu in Museum De Bastij, waar ze dit met een interactieve expositie uitleggen. Diverse mensen waren aanwezig bij de opening. De Noël Vergunst komt voor een fotomoment. We hebben René Duifhuizen, dat is de projectleider vanuit de gemeente geweest, die de laatste brug over de Waal hier heeft gemaakt, de Oversteek. Onze directeur heeft natuurlijk een korte speech. En we hebben iemand van de Wintertuin die een korte performance gaat doen. De opening van de tentoonstelling sluit mooi aan op het jubileum van Stadsbrug de Oversteek. De dag ervoor bestond deze precies 10 jaar. Dat vonden wij een interessante aanleiding. Dus we hebben heel veel onderzoek gedaan van, maar hoe zat het dan? Hoe zijn die Nijmegenaren eigenlijk? Hoe zijn ze vroeger overgestoken? En wat we ook laten zien, want oversteken is één ding, maar we laten ook zien hoe de Waal in de prehistorie was of in de Romeinse tijd. En dan zul je leren en zien ook, want we hebben fantastische animaties gemaakt, dat de Waal een ontzettende dynamische rivier is geweest, die zich in de loop der tijd echt door het landschap heeft gekronkeld. En dat dus ook de mensen die moesten oversteken soms ook echt wel tot nogal technische hoogstandjes dwong. En dat doen we al vanaf de Romeinse tijd eigenlijk. Hebben we al bruggen en oversteken. Bijzonder aan de tentoonstelling is dat bezoekers niet alleen iets zien, maar ook te doen hebben. Ze kunnen van alles uitproberen dat met het thema te maken heeft.
Kijk, de Waal is natuurlijk een fantastisch grote rivier nu. Dat is hier niet altijd geweest. Maar in deze tentoonstelling leggen we niet alleen maar uit, maar laten we mensen ook ervaren hoe het is om die rivier in de tijd over te steken. Dus zeg maar vanaf de prehistorie tot het heden. Nou, we hebben eigenlijk, de tentoonstelling bestaat uit twee delen. Je volgt letterlijk de Waal van een kleine rivier naar de rivier die er nu is. En je kunt hem vier keer oversteken. Dat kan door middel van een boomstamkano. Maar bijvoorbeeld ook een hele mooie Nijmeegse uitvinding, de gierpont. Die we hier hadden, althans die is voor het eerst hier toegepast. En daar hebben we interactieve exhibits over gemaakt. En dat kun je dan zelf doen. Met deze tentoonstelling hoopt Bas ook iets aan bezoekers mee te geven. Natuurlijk informatie overdragen. En vooral leren van dat mensen eigenlijk super intelligent zijn. Maar ook in het verleden al hele ingenieuze oplossingen hadden om een waal over te steken. En voor de jonge bezoekers willen we een beetje uitdagen aan het eind van de tentoonstelling om zelf ook bruggenbouwer te worden. Er zijn natuurlijk heel veel banentekorten in de technische industrie. Dus misschien dat jongeren ook geïnspireerd worden om in de toekomst ook letterlijk een bruggenbouwer te worden. Het was echt herfst vandaag, met een licht winterstintje. De hele dag door regende het en het was ook vrij fris. Vannacht klaart het gelukkig op en morgen zal de dag dan ook voor een groot deel zonnig verlopen. Pas tegen het einde van de dag kunnen er weer wat winterse buien overtrekken. Het blijft wel fris, met maximaal 2 graden. De dagen erna blijft het wat kwakkelen. Woensdag hebben we nog met wat buien te maken en donderdag belooft het juist weer een vrij aangename dag te worden. Wel wordt het later in de week nog iets kouder, met temperaturen overdag rond het vriespunt en in de nacht zo'n 5 graden vorst. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van maandag 27 november. Wil jij ook iets betekenen voor RN7? Ga dan even naar onze website rn7.nl. Daar staan momenteel namelijk 2 vacatures open. Natuurlijk kun je er ook terecht voor het laatste nieuws en wij zijn morgen weer bij je terug. Graag tot dan!